Komt Klaas Dijkhoff uit de bus als de beste debater van deze algemene politieke beschouwingen? Of blijft het bij proefballonnen die door vriend en vijand genadeloos uit de lucht worden geschoten? Het is al vaker gezegd. Klaas Dijkhoff weet zich uitermate goed staande te houden in het politieke debat. Met scherpe metaforen, denk aan de hockeyveldmetafoor in discussie met Thierry Baudet. Met humor en met een scherpe argumentatielijn weet hij ook de mensen thuis goed te bereiken. Ja, en dat is wel belangrijk, want Klaas Dijkhoff is er als geen ander van bewust dat degene die hij echt moet overtuigen de kiezers en de potentiële kiezers zijn die thuis meekijken. Omgaan met emotionele momenten is lastiger voor Klaas Dijkhoff. Omdat hij zo duidelijk naar voren brengt dat hij ook niet-populaire standpunten graag verdedigt, kan hij soms kil overkomen. Denk maar eens aan dit fragment uit het BNNVARA-programma Boos. Wat gaat er gebeuren met de 400 andere kinderen? Ja, die 400 andere kinderen? Ja. Die mogen eigenlijk niet in Nederland blijven. Waarom niet? Omdat ze daar geen vluchtelingen zijn en geen recht op hebben. Nee, waar ben jij geboren? Nederland. Hoe lang geleden? 9 jaar. Dan is het natuurlijk de vraag waarom zou hij nou naar Irak moeten? Ja. Omdat het in Irak niet zo onveilig is dat je daar niet zou kunnen leven. En ik snap dat het heel vervelend is, omdat je natuurlijk je vriendjes hebt en op school hebt gezeten. Omgaan met dit soort momenten is natuurlijk voor elke politicus heel erg moeilijk. Maar bekijk het gehele fragment maar eens en je ziet dat Lodewijk Asscher dat toch een stuk beter aanpakt. Zeker Klaas Dijkhoff moet dus oppassen dat hij niet te veel overkomt als een coole kikker. Vond je deze video leuk of vond je er iets anders van? Laat het ons dan weten in de comments. Wil je meer van deze video's? Abonneer je dan op het YouTube kanaal en volg onze social kanalen voor real-time analyses van de algemene politieke beschouwingen.